Het hele wedstrijdverhaal valt vooral samen te vatten onder de noemer 1001 schermutselingen. Kleine schermutselingen, tenzij Nina Buisman daar gaat uithalen natuurlijk, want die kreeg het meeste voorsprong of reed de grootste voorsprong bij elkaar. Alison Jackson, zeer, zeer, zeer bedrijvig. Ook Schweinberger was heel bedrijvig. Dit was al de laatste ronde. Dat was op een goede 40 kilometer van het einde. Kijk, weer zo'n groepje dat zich probeerde los te werken. Veel bracht het allemaal niet op. Er was totale controle. En toen had je lang door dat we gingen sprinten. En dat gebeurde ook in Balsamo met de juiste vorm. Misschien nog niet de vorm van haar leven. Dat zal de komende weken nog moeten duidelijk worden. Maar alleszins wel een vorm zoals we die gezien hebben op het WK in Leuven. Tweede overwinning op rij.